Laat je het ons even weten? Ja, dankjewel. Dankjewel, mevrouw de omroepster. Dat is allemaal wel mooi gezegd, maar ik heb nog helemaal niks gezien, hoor. En het stormt hier werkelijk. Nou, het lijkt wel of de huisjes omwaaien. En al die arme kinderen, moet je kijken, die staan allemaal te wachten. En de vlaggen, die staan helemaal krom. Ik weet niet wat voor windkracht het is vandaag, maar ik geloof het is windkracht 80. En het regent en het giet. En het is gevaarlijk op zee. Er staan grote schuimkoppen op de zee. En overal waar ik kijk, ik zie geen boot. Ik zie niks. Ik weet niet hoor. Ik weet het echt niet wat er allemaal gebeurt. Oh, kijk nou toch eens. Het hoost van de regen. Je kunt het bijna niet meer zien. De regen die giet over de camera heen, zeg. Ik zie niks. Zie jij wat, cameraman? Nee, ook niet. Ga eens ietsje meer naar links. Nee, de andere linkerkant. Het is een beetje domme cameraman, hoor. Nog iets meer. Nog iets meer, zo langs. Ja, kijk het. Nee, nee. Nog steeds niks, hè. Allemaal grote golven. En Sinterklaas, die komt toch zeker niet met een duikboot, hè. Nee. Nou, heb jij hem wel gezien dan, cameraman? Heb je hem gezien? Waar is hij dan? Ga dus de andere kant weer op. Nou, ik zie niks, hoor. Ik zie helemaal niks. Ja, maar dat is een bootje, maar ik zie geen stoom. Ik zie niks. Nou, kijk nou wel. Ik zie hem wel. Kijk, dat is duidelijk. Dat is Sinterklaas en links is Zwarte Piet en ja, alle pakjes. Maar waar is hij dan? Ja. Hebben we geen last van de wind? Nou, als er nou maar niks gebeurd is, hè? Dat is zo'n storm. Ik geloof dat dat nog nooit gebeurd is. Zo'n vreselijk harde storm. Al die kinderen die staan te wachten. Oh, kindertjes. Ja, die komen toch ook niet voor niks, hè? Iedereen is hier gekomen. Kijk nou. Dat is een Zwarte Piet en een roeiboot. Wat gevaarlijk. Die zit helemaal aan de andere kant van het eiland natuurlijk. Ja, kijk, de vuurtoren is de andere kant van het eiland. Hoe kan dat nou? Ik begrijp er echt helemaal niets meer van. Er moet iets misgegaan zijn. Het kan niet anders. Dat komt natuurlijk door het vreselijke slechte weer, hè? Ja, er is vast iets misgegaan. Wat gaat hij nou doen? Dat is een grote zak, heeft hij bij zich. Een grote zak, wat zou daar nou in zitten? Een grote zak. 1, 2. Hopla! Op de stijger. Ja, maar Zwarte Piet, luister nou even. Hij luistert wel, maar hij geeft geen antwoord. Nee, hij heeft een beetje haast. Maar hoe kan dat nou toch? Doe Sinterklaas, die komt toch altijd met een stoomboot aan, 1 keer per jaar. En dan komt er toch niet een Zwarte Piet en een roeiboot. Wat een rare onzin is dit, zeg. Dan gaat hij met een fiets weg. Nou ja, goed, ik moet maar zien. Ik weet het ook niet meer, hoor. Oh, wat ben ik zenuwachtig, zeg. Wat ben ik zenuwachtig. Nou, dat is de boot. Hé, cameraman, dat is toch de boot? Ja, zie je wel. Ja, dat is de boot. Kijk nou toch eens. Pakjes. Och, wat aardig. Och, wat aardig. Ja, die maken ze allemaal klaar. Ja, nou, de kapitein, zie je dat met mooie lintjes eromheen, met van die krulletjes. Stoomfluit, ja. Sint. Ik heb de kapitein opdracht gegeven. Je zult als je maar kunnen wel horen, denk ik, hè? Ik denk het wel. Ja, vaart ons nu regelrecht de haven binnen, Sint. Mooi avondje. Hoor, gaat hij weer. Ja. Zwarte Piet weer, met die zak. Zwarte Piet, luister nou. Ze zijn die pakjes al aan het inpakken, daar verderop. Op de boot. Ja, zou die nou naar het dorp toe gaan? Ik hoop het maar. Want misschien komt Sinterklaas ook in het dorp, hè? En dan ontmoeten ze elkaar. Ja, dat zou goed kunnen. Ja, dat is misschien wel mogelijk. Oh, daar heb je de boot. Daar heb je de boot. Moet je dat zien stormen? Oi, 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 oi. De andere boot. Vorig jaar was je ook een beetje zeeziek, hè? Van slag af, hè? Ja, geen wonder. Gaat hij in de telgang? Je gaat jezelf maar na. Ja. Paard is maar een paard, hoor. Zullen we de muziekpieter alvast wel een deuntje laten spelen, Sint? Oh, nee! Kapitein. De kindertjes die staan natuurlijk allemaal te trappelen en die zijn toch ongerust. Want ja, als Sinterklaas niet aankomt, dan kan je je schoen ook niet klaarzetten. Of je klomp, dat kan allemaal niet. Alleen als Sinterklaas is aangekomen, dan mag je 's avonds je schoen zetten. Moet je natuurlijk wel eerst zingen, hè? Ja, dat is logisch. Politie is er ook bij. Thank you.
kinderen staan te springen, maar niet van vreugde hoor. De kinderen staan te springen van de kou. Ja. Ga nog eens meer naar rechts, cameraman. Eens kijken. Kijk, daar op het randje, daar is een meneer in een zwart pak. Daar, met zo'n ketting om. En dat is nou de burgemeester. Dus de burgemeester. Dat is, ja, laten we zeggen, de baas van het dorp. Of de baas van het eiland Marken. Ja, dat is de burgemeester. Staat ook te wachten. En ik zie ook het hoofd van het paard. Ja, kijk, het paard. Met de paardenpiet. Oh ja, die staan te wachten. Want zo'n paard komt natuurlijk apart mee, hè. Want die kan niet op zo'n schip met al die golven. Nee. Dan wordt zo'n paard volledig zeeziek. En een zeeziek paard, nou ja, dan zou Sinterklaas er zo afrollen. Dat begrijp je natuurlijk wel, hè. Zie, in die huisjes ook. Dat zijn kleine houten huisjes. En al die mensen zitten er boven in de ramen te kijken. En dat is het korps. Ja, kijk. Achter die mast. Hij komt echt hoor, hij komt eraan, want ik zie hem. Net achter die mast kan je hem zien, hè. En boten erbij. En hier het fanfarekorps. Het heet het Korps Juliana. Wat spelen ze mooi. Wat zijn ze mooi aangekleed. Tot op de pier staan de mensen. Nou, ik heb ze niet geteld, maar ik denk dat het misschien wel, nou, wat denken jullie? 1 miljoen? Misschien wel meer, hè? Ja, het moet meer dan 1 miljoen zijn. Ja, zoveel zijn er wel. Maar kijk hier, hier zijn er ook een heleboel. Nou. Koud is het wel, hè, Piet? Jongen, in deze storm en dat hij toch nog steeds maar komt, hè. Ik vind het geweldig, want Sinterklaas is al heel, heel erg oud, hoor. Ja, dat weten jullie misschien nog niet zo. Maar toen ik heel klein was, toen was hij er ook al. En toen kwam hij ook door de storm en door de sneeuw. Ja, koud, hè. Ja. Zie je wel, maar ze hebben goede sjaals om, hoor. Ja, die markerkleren, die zijn wel warm. Ja, dat moet ook wel, hè. Zo'n koud eiland. Nou, is hij toch werkelijk vlakbij, hè. Zie je dat? Achter die masten. Oei. Wat een schip, hè. Ja, en de politie vaart erbij. Ze zeker weten dat hij goed de haven in komt, hoor. Nou. Kijk of ik Sinterklaas zie. Ik zie wel allerlei zwarte pieten boven in de mast. En Sinterklaas vlag, maar Sinterklaas? Ja, misschien daar voorop. Hij zwaait. Ja, hij staat naast de hoofdpiet. Ja, en de toeters. Ja, juichen jullie allemaal maar en roep maar, Sinterklaas! Kom een beetje vlugger, Sinterklaas!
Ja, maar hij komt hoor. En straks allemaal lekker bij de warme kachel. Moe. En de rook, zie je dat? De stoomboot. Wat een smook komt eruit, hè. Ja, dat had hij daarnet niet nodig, hè, omdat hij voor de wind vaart. Maar nu wel. Ja, nu wel. Nou moet die motor weer flink hard. Ja, want hij wil nu vlug de haven binnen. Jongen, zeg. Siegings komt de stoomboot. Natuurlijk, dat zingen we. Sint-Nicolaas, welkom op Marken, staat er op het bord voor degenen die niet kunnen lezen. Wat een stoomschip. Het stoomschip de Spanje in die storm. Die Piet, hè? Nou, als al die zwart waren van zichzelf, waren ze het nu al van de roet van de ketel, hè? Zie je dat? Ho, die staan midden in die smoke. Ja, die kleine kinderen. Die kennen dat liedje natuurlijk nog niet zo goed, hè? Staat die meneer nou in het water? Kijk nou, oh nee, die staat op een paaltje. Wat een gevaarlijke man, hè? Daar komt hij. Wat mooie, wat geweldige. Oh, wat geweldige. Vlakbij. Kijk, tussen, ja, dan moet hij naar binnen. Sint-Nicolaas, welkom op Marken. Wat zo heet dat eiland hier. Toet, zegt de boot. Daar ben ik binnen. Het is weer gelukt. En de ballonnen vliegen over. Oei, wat een feest. Wat een geweld. Oh, wat is het mooi. Sinterklaas is aan op Nederland. En nou mag ik ook mijn schoen zetten. Ja, wat reken maar dat ik mijn schoen zet, hè. Nou. Dag Sinterklaas. En helemaal niet zeeziek, hè, die Sinterklaas of die Zwarte Pieten. Nee hoor, helemaal niet. Wel nee, dat doen ze al jaren. Nee, die Sinterklaas die kan er best tegen. Die heeft zeebenen. En heeft hij natuurlijk een speciale oranje lint om zijn muts heen, dat hij niet afwaait. Sinterklaas. Zie je alle pakjes al liggen? Dat zijn de grote pakken. En ja, nou hoop ik maar één ding, dat hij de kleine pakjes niet vergeten is. Dat hoop ik maar.
Want je hebt die kleine pakjes voor om in je schoen te stoppen, weet je wel? Nou ja, dat komt wel goed. Jawel, jawel, dat denkt Sinterklaas wel aan. Wat een zwarte pieten, hè. Dat zijn er. Nou, zal ik ze stellen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Zie je die? Die zit op het puntje. Ja, dat is de boegspriet Zwarte Piet. Ja, en dan heb je de mast Zwarte Piet. En daar, die mannen rechts, hè? Daar zie je allemaal herauten. Dag burgemeester! Dag! Ja, dag Sinterklaas. Wat heeft u in uw hand? Nee, Sint. Kijk, dat zijn die herauten waar ik het net over had. Ja, dat zijn mannen met toeters. Een acrobatenpiet! Op dat schip, zeg! Ongelooflijk, wat gevaarlijk toch allemaal. Die klederdracht, hè? Ja, ja. Bijna allemaal in die klederdracht van Marken. Schitterend. Zouden ze het altijd hebben of zouden ze alleen zondags gedragen? Nee hoor, dat dragen ze altijd. We zullen het vragen, dus dat. Ja? Ik dacht dus altijd. Eén, twee, komt de Sinterklaas, gaat hij aan land stappen, dan staat hij natuurlijk nog een hele tijd te zwaaien op zijn benen. Ja, van al die golven. Staan ook. De boot dobbert wel een beetje hoor. Was windkracht 8, burgemeester? Ja. Dat kunt u zien aan het gele lint van de Sint, hè? Ja. Het was wel een prachtige tocht. Ja. Zo. Burgemeester. Mag ik even wat vragen? Zou ik nou één ding mogen vragen, burgemeester? Kijk, ik weet namelijk, de Sint weet het nog niet, maar alle kinderen hier in Marken hebben een nieuw lied voor de Sint ingestudeerd. Zou ik dat nou even met die kinderen mogen zingen als eerste? Dat is ontzettend leuk, Piet. Ga je gang. Zou je dat niet erg vinden? Helemaal niet. Dan ga ik eventjes vragen of het orkest gaat beginnen met het lied. Ja? Kom maar. Dag, allemaal in kostuum. Ik zette ook verleden jaar mijn schoen al klaar. Ik ging uit bed of ik wat kreeg, mijn schoen was leeg. Ik liep die avond laat. Of paard van Sinterklaas daar liep voordat ik sliep. Sinterklaas moet vannacht een beetje vroeger zijn. We liggen allemaal te wachten in de maneschijn. We willen u zien rijden op het dak en langs de schuur. Dus kom niet na 9 uur.
Zo vroeg komt u in elk geval niet overal. U moet nog langs de Vogelwijk en langs de dijk. Langs eenzaam huisje aan het veer en Bijlmermeer. En hier en daar een boerderij, maar eerst naar mij. Sinterklaas, wilt u vannacht een beetje vroeger zijn? Lig allemaal te wachten in de maneschijn. We willen u zien rijden op het dak en langs de schuur. Dus kom niet na 9 uur. Sinterklaas, wilt u vannacht een beetje vroeger zijn? We liggen allemaal te wachten in de maneschijn. We willen u zien rijden op het dak en langs de schuur. Dus kom niet na 9 uur. Zo, Sint. Dat is een prachtig lied. Ja, dat hebben ze voor u gezongen, ja. Omdat ze vorig jaar wel eens een keer heel lang wakker hebben moeten liggen. Toen hebben ze gevraagd of ik het even zo voor u wou zingen. Nou, ik vind hem... Dan mag de burgemeester weer. Sint, ik heb ook iets voor u. Ook een verrassing. Een gedicht voor u. Ja. Helemaal voor u gemaakt voor deze dag. Wees welkom, Sint, op Marken. We zijn de paden aan gaan harken en hebben alles mooi versierd voor het grote feest dat wordt gevierd. In kerkbuurt en in havenbuurt zijn alle stoepjes goed geschuurd. In grote werf en rozenwerf ligt nu geen vuiltje op het erf. Heel Marken heeft iets keurigs nets in alle straatjes, ook de kets. De burgemeester, dat ben ik, beleeft een heerlijk ogenblik, omdat de boot u heeft gebracht naar Marken met zijn klededracht, zijn fraaie borden aan de wand. Het is beroemd, mijn schiereiland. Ik denk dat 9 op de 10 toeristen het beslist wil zien. Hotels en eetgelegenheden in alle Nederlandse steden maken reclame dag en nacht met Marken en zijn klededracht. Den Haag, Den Helder en Den Dolder. In elk hotel hangt wel een folder. Gaat Marken zien en doe het snel. Maar eet en slaap in ons hotel. Maar al die dames en die heren die van ons dorpje profiteren, die denken er volstrekt niet aan hoe Marken verder moet bestaan. Die oude huisjes en die kleren, daaraan is veel te repareren. En als je alles goed herstelt, dan kost dat geld. Waar is dat geld? Sint, wilt u de regering vragen om eens een steentje bij te dragen? En dreig ze maar met roe en zak, dat mag u doen, dat is uw vak. Zijn ze tot helpen niet bereid, dan zijn ze Marken spoedig kwijt. Want dan gaat alles hier kapot en Marken gaat voorgoed op slot. Nee. Goed, Sint, u heeft toch geen bezwaren tegen muziek van een fanfare? Want Juliane, ons orkest, doet zo geweldig mooi zijn best. Wat hebben die een koperklank? Je valt van schrik haast van de bank. De ruiten barsten en de glazen als de fanfare weer gaat blazen. Dat is helemaal rijm. Dat is helemaal rijm, Sint. Nou, dat heeft u prachtig gedaan. Dat is het eerste Sinterklaasgedicht. Dank u wel, burgemeester. Dat we horen. Ja, dank u wel, burgemeester. En nou, jongens en meisjes, hier in Marken en jongens en meisjes thuis in Nederland en natuurlijk ook in België. We zijn er weer. Het grote feest gaat weer beginnen. Ja. De schoentjes worden weer klaargezet. Misschien zit er iets in, misschien ook niet. Dat blijft een verrassing. Nou zijn we in Marken en dat vinden we allebei fijn. Piet, hoe vind jij die klederdracht? Ik vind het prachtig. Ik heb al naar die kinderen gekeken sinds. Ze zien er zo verschrikkelijk mooi uit. Ze hebben zich speciaal voor u aangekleed. Kom eens eventjes. Ja, kom eens even hier. Kom eens even. Kom maar even bij Sinterklaas. Ja, even gezellig. Kijk eens hoe mooi ze eruit zien, Sint. Oh. Prachtig. Kom eens even boven. Kom maar boven. Ja. Kom maar hier. Hier heeft een duim nog in de mond, Sint. Ja, dat is het. En een koekje. Nou, wat wou je nou weer? Een duim en een koekje. Dat is dubbel lekker. Kom maar jullie zo staan. Een steentje. Zo, kom maar. Zo. Dit is een steentje. Hoeveel jaar ben jij? Ik heb er hier ook een, Sint. Kijk eens. Hoi, hey, hoe heet jij? Dat is Stijntje, geloof ik, hè? Ja? En jullie hebben Marken kleren dan, hè? Prachtige mutsen. He, draag je die elke dag? Of alleen nu? Alleen nu? Gaan we staan. Maar ik vind het prachtig, hoor, dat jullie je zo mooi hebben aangekleed, speciaal voor mij. Fijn. Zo. Smaakt het? Sint,
Ik denk dat we naar het trechtpunt moeten, naar het buurthuis. Het dorpshuis is dat. Ik ga naar het dorpshuis vertellen dat u al er vast bent. Gaat u? Ik loop voor en ik ga het vertellen aan de kinderen dat u er bent. Dan gaan wij Mark in de tussentijd eens bekijken. Erg leuk. Tot zo. Dag burgemeester, tot straks. Zullen we dan maar gaan, Sinterklaas? Ja, dan gaan we er maar op. Attentie voor de kinderen, meneer. Eerste kinderen. Ja, lopen wij. Wel. Ja. Zo, Sint. Sinterklaas, je stormt net. Dat weet ik niet. Het ziet er leuk uit, Sint. Allemaal verkleed voor ons. Geweldig. Ja. Oh, ik blijf hier wonen. Ze hebben allemaal een pochbroek aan. Ik denk dat je blijft wonen. Ik heb ook een pochbroek. Ja. Nou, maar blijf jij maar bij mij ook niet. De uitgelaten. Ja, natuurlijk. Dan blijf ik altijd bij jullie. Dat is zeker. Dank je wel. Oh, weer een cadeau. Dat zal ik meedoen. Die geef ik aan de postpiet. Ja, waar is de zakpiet? De boodschappiet met de boodschap te pakken. Die komt. Ja, dank je wel, jongens. Dank je wel. Prachtig. Allemaal gedichtjes gemaakt. Ja, mooie tekeningen zijn dit. Zo. Dat is ook maar een schuld, achtje. Een schilderijtje heb je. Heel mooi, Sint. Echt heel mooi. Allemaal kleine schilderijtjes. Nou. Zou er allemaal vissers zijn, denkt u? Die kleine? Ik weet niet of hier nog veel gevist wordt, Piet. Nee. Denk ik niet. Vroeger wel. Ik denk het wel, hè? Kunnen we ook wel eens vragen aan de burgemeester. Ja. Of hier nog gevist. Ja. Ja, jongens. Of de burgemeester vis? Nee, toch? Nee. Nee, natuurlijk niet. Nee. Ja. Wat zijn er nog vele, Sint? Oh, er komt geen eind aan. Dat hebben ze hier op markt veel kinderen, Sint. No! Wat prachtig. Dag. Hallo. Kom maar even. Hoe heet zij? Stapje naar boven. Huppla. Ja, en over die ken ik nog van verleden jaar, Sint. Ja? Hoe heet jij? Wendy. Kijk eens naar boven. Wendy. Hoe? Wendy. Ah, een prachtige Wendy, naam. Jawel. Wendy. Ja, en hoe nog meer? Wendy. Ja. Hoeveel jaar ben jij, Wendy? 3. Bijna een hele handvol. Ja. Laat me stellen. 1. Zo, twee, Sint, kom maar. 3, 4, Sint. 5. Laat ik gaan. We moeten even naar je moeder. Naar het trefpunt. Dag, Wendy. Tot straks. Dag. Al het acrobatenpietje hebben we ook bij ons. Dag. Hallo, ben jij er ook? Fijn, jongen. Het hoofdkwartier van Sint-Nicolaas staat daar. Zie je dat? Dus als je nou brieven hebt, dan stuur je naar het hoofdkwartier van Sint-Nicolaas op Marken. Dat is hier. Ja, we gaan vanavond even thuis, hoor. Ja. Naam wordt er even gereden. Sint-Nicolaas. Hallo. Nou kun je het zien. Prachtige muts op, hè? Is het nou een jongen of een meisje? Jongen. Een jongensmuts. Het is een jongensmuts, Sint. Acrobaat. Oh, ze doen goed hun best, Sint. Isabel, schimmel achter ons aan. Zo, en buitelen en springen kunnen ze, Sint. Oh, daar staan de allerkleinste kleutertjes. Zie je dat? De allerkleinste. Die staan ook naar Sinterklaas te kijken.
Hier nog een vrouwtje, dat staat ook naar Sinterklaas te kijken. Maar dan hebben we die Zwarte Piet weer. Moet je nou kijken. En daarachter staat zijn fiets. En nou bompt hij in een bootje. Gaat hij door de grachtjes heen? Ja, natuurlijk, omdat hij het veel te gevaarlijk vindt daar buiten, hè, met die storm. Dat is toch verschrikkelijk. Zie je, daar gaat hij. Ongelooflijk, hè. Ja. Vaart hij verder? Maar nou zit hij helemaal aan de andere kant van het eiland. Dat kan toch niet kloppen? Wat doet hij nou toch dom, die Zwarte Piet? En alsmaar met die zak, en wat zou er nou toch in zitten? Want we hebben toch al die cadeautjes op de boot gezien? Nou zit er ook nog eens een kleine zak met... Ja, met wat? Zit er in een klein bootje? Ik vind het moeilijk, hoor. Oh, wacht. Wacht, dit ken ik. Ja, want ik ben hier al eens een keertje geweest op dat eiland namelijk. En ik weet nou dat hij dichter bij de kerk zit. Die kerk die is links, waar hij heen gaat. En de kerk, dat is het centrum. En daar in het centrum komt Sint-Nicolaas. En misschien ontmoeten ze elkaar dan. En dan kan hij vertellen wat er aan de hand is. Want het klopt niet, hoor. Het klopt echt niet, jongens en meisjes. Nee. Wat nou? Wat doet hij nou toch? Spanje staat er op die zak. Kijk, achter. Ik zei het daarnet. Daar is de kerk. Dus hij is in het centrum. PTT-telefoon. Zou hij dan gaan bellen? Oh, maar misschien heeft hij het geheime telefoonnummer van Sinterklaas. En dan gaat hij vertellen dat hij daar zit. Oh, even gauw kijken. Ik, Zwarte Piet. Grote zak met cadeautjes. Sinterklaas was grote zak met cadeautjes vergeten. En ik, Zwarte Piet, ben helemaal achterna geroeid. Sinterklaas, maar nu... Ja? Met kleine cadeautjes. Ja, ik, Piet. Wacht even, ik, Piet, luister even. Waar ben je op dit ogenblik? In de telefoon. Nou, dat hoorde. Luister, je moet komen naar mijn huisje. Kom maar naar mijn huisje en los het op. Dan vraag je naar het huisje van Beurnie. Dat ben ik, hè. Beurnie. Oh, meneer Beurnie, maar als Sinterklaas nou wat eerder komt als dan dat ik er kom, dan wat moeten we... Wilt u dan alsjeblieft aan Sinterklaas vragen of die op me wacht? Ik heb die grote zak met al die cadeautjes. Ja, nee, ik hou hem vast. Als Sinterklaas hier komt, ja, natuurlijk, natuurlijk doe ik. Dag. Ja, Sinterklaas, heb ik hem aan de telefoon? Sinterklaas, kom, nou. Kom gauw binnen, het is koud buiten. Wat leuk, Bosman. Ja, ja, we die Bosman televisie. Ja, wond er hier? Ja, allemaal. Oh, Sint, wat enig. Kom gauw binnen, ga zitten. Zit er wel in, wat gezien? Het is gezellig dat u er bent. Hier gaan zitten. Ja, dit is een stuk. Een mooi huis. Woont u hier helemaal alleen? Nee, we wonen hier met allemaal. Sien woont hier. Oh ja? Welke Sien? Sien van Sesamstraat. Allemaal? Wie allemaal? Sien? August Sien? Van Ome Willem. En Ome Willem. Hier. Ome Willem woont buiten. En Ernie en Bert. In de kelder? Nee. Ja. Nou. Kinderkrant op zolder. Ja. Ja. Oh, wat leuk. Ik vind het gezellig dat u er bent. Heeft u zin in een kopje chocolade? Nou, we hebben eigenlijk dit. Ja, dat kan wel. Eigen gemaakt. Ja, nou, vooruit de markt, dat wil er best in, hè? Oh, zeg even, Sien, in de stad. Sinterklaas, wat is jezelf een mooi huis? Ik ben net nog opgebeld door een Piet. Een ikke-Piet of zo heette die. En die was hier naartoe of onderweg en die was verdwaald of zo. Ik snap dat niet, een heel ingewikkeld verhaal. Kleine cadeautjes ging het over. Piet, dat was het. Shit. Wanneer? Ja. Aan boord, hè? Ik zeg tegen Piet. Ik heb vergeten iets hier. Net als de officier bij ons. Ja, heb je diezelfde staf, heb je het boek, heb je het paard. Is er... Nou, dat was die zak met de kleine cadeautjes. Met de kleine cadeautjes, ja. Hij komt hier naartoe. Oh, ik heb gevraagd of hij hierheen wil komen, want hij was helemaal in de war. Oh, gelukkig. Ja, is dat? Is hij toch terecht. Dank u wel, meneer Bos. Het is heerlijk. Wat leuk, Bernie Bos voor de televisie. Hm. Oh. Nu ik hier toch naast u zit, Sinterklaas, ik heb zo zin om voor u een liedje te zingen. Klein liedje. Een liedje? Nee, papegaai. Nou, het zou het eerst niet zijn. Nee. Het zou het laatst ook een lied wezen, Piet. Nee, ik ben geen zangeres, hoor. Maar, maar een eigen liedje. Over snoepen en ja, dat soort dingen. Ja. Beetje hulp met de muziek. Oké. Piet? Dan komt Piet naar de piano. Ja. En dan onze vaste piano, Piet. Nee, wel hoor. Het is een mooi lied, hoor. Eerst inspellen, hè. Voorspel of zo heet dat. Dat hoort altijd. Dan gaat het te snel. Mijn vader rookt pijp en mijn moeder sigaar. Maar ik mag niet snoepen, vind jij dat niet raar? Rook, rook, puf, 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 rook je hoest ervan en het stinkt.
70 jaar. Maar ik mag niet snoepen, vind jij dat niet raar? Rook, rook, puf, 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 rook je hoest ervan en het stinkt nog ook. Maar mijn oma rookt nooit, geen pijp of geen check. Van haar mag ik snoepen, vind jij dat niet gek? Chocola, zoute drop, bakan, zegt mijn oma, eet maar lekker op. Leuk oma. Ja. Snoepen mag wel hoor. Ja? Zo, niet te veel. In deze tijd een klein beetje, hè, Piet? Maar? Nou, als je moet zien, dat is niet zijn. Oh. Ja. Kom jij eens even naar Sinterklaas. Kom eens even. Zo, ga jij eens even naar Sinterklaas. Waar heb jij gezeten? Ja. Sinterklaas, ik... grote zak met cadeautjes. Ik een grote zak. Kijk, kijk eens hier naar je pak. Kijk eens hoe je pak eruit is. Heel onder de modder. Prachtige pak. Een nieuw pak. Sinterklaas, ik wil roeien uit Spanje. Maar nou zou ik zo graag één keer dat lied nog willen zingen dat ik net op de kade voor gezongen heb. Dat nieuwe lied, één keer voor Bunny. U wilt een beetje opscheppen? Nou ja, nee. Bunny? Ja, ik heb het gehoord. Kijk, zo mooi als hij zingt, kan ik toch niet zingen. Je hebt een mooi lied gezongen, je hebt het mooi gedaan. Maar... ja, mag ik zingen? Deze man. Ja, kan ik het zingen? Natuurlijk. Dus ver, Piet. Ik ga luisteren. Ga even bij zitten, zitten. Niet eng, hè, Piet? Nee, hoor. Ik zette ook verleden jaar mijn schoentje klaar. Ik ging uit bed of ik wat kreeg, mijn schoen was leeg. Ik lette heel goed op de straat die avond laat. Of het paard van Sinterklaas daar liep voordat ik sliep. Sinterklaas, wilt u vannacht een beetje vroeger zijn? Bleef allemaal te wachten in de maneschijn. Wij willen u zien rijden op het dak en langs de schuur. Dus kom niet na 9 uur. Zo vroeg komt u in elk geval. Je hebt gelijk, Sinterklaas. August. Hoe is het? Dag Sinterklaas. Sintje, ben jij er ook? Ja. Oh, wat gezellig zeg. Mag ik wat vragen? Natuurlijk. Ik heb al de hele tijd mijn schoen gezet, maar... ik heb er niks in gevonden. Nee, dat is toch vanzelfsprekend dat jij nog niks in je schoen hebt gekregen. We zijn pas aangekomen, jongen. Nee? Ja. Oh. Zet hem vanavond maar zo volgende week zelf eens kijken. Krijgt er dan wel wat in die schoen, Sinterklaas? Misschien wel, ja. Hey Sinterklaas, ja. Weet je wat ik graag in mijn schoen zou willen hebben? Vertel het eens, jongen. Een trompetje. Hé? Ja, zo. Maar om me Willem wakker te maken. Slaapt hij dan? Nee, maar voor als hij slaapt. Dan maak jij hem wakker. Ja. Nou, we zullen er zo over denken. Sinterklaas, ik heb ook iets meegebracht. Dit is een brief van Pino, een verlanglijstje. En hier is de brief van Tommy en Inimini. Nou, ik kan het niet zo wat goed leuk lezen, maar ik denk wel maar dat maar dat kunnen wij best lezen, hoor. Dat kan, hè? Ja, ja. En heb je zelf ervoor ook wat erbij? Sinterklaas, ik zou zo graag mijn laatste couplet zien. August, ik heb nog één coupletje te zingen voor Bernie Bos. Alsjeblieft, Sint. Luister nou eens even, jongen. Jawel. Ja, mag het zien, maar we moeten wel een beetje opschieten. Want we moeten weg. Ik heb al een paar keer. Ik ben zo zitten te kijken, maar opschieten dan. Zo vroeg komt u in elk geval niet overal. U moet toch langs de Vogelwijk en langs de dijk. Langs eenzaam huisje aan het Veer en Bijlmermeer. En hier en daar een boerderij, maar eerst naar mij. Sinterklaas, wilt u vannacht een beetje vroeger zijn? Blijf allemaal te wachten in de maneschijn. Wij willen u zien rijden op het dak en langs de schuur. Dus kom niet na 9 uur. We gaan. Dat zie je. Bedankt.
Sinterklaas, kom. Sintje, dankjewel. Tot Sinterklaas. Piet, schiet op. En voor een trompetje te komen. Kom er nog. Ja hoor, Piet. Ja. We gaan die nu naartoe. Eens kijken. Dag. Dag Sinterklaas. Hallo. Dag. Dag Piet. Wie had dat nou kunnen denken, hè? Dat August en Sien en Pino en de kinderkrant en de poppenkraam, dat die allemaal hier wonen. Dat wist Sinterklaas natuurlijk ook niet, hè. Daar komt het fanfarekorps weer aan. Ja, en misschien dat er achteraan die Sinterklaas komt. Op weg naar het dorpshuis. Ziet ze er mooi uit, hè. Zie dat kleine vrouwtje met die grote trommel. En daar is Sinterklaas. Ik zag het nog net. Zie je dat? Die zon die slaat zo boem in die camera. Dan zie je bijna niks meer. Ja, het is net als je knippert met je ogen. Sinterklaas op het paard. En de pakjes Piet ernaast. En nou is er natuurlijk ook die kleine Piet erbij. Met die zak. Met die kleine cadeautjes die in de schoenen moesten. Wat een domme Sinterklaas om dat te vergeten. Hè? Hadden we mooi onze schoen neergezet vanavond. Niks, geen cadeautjes erin. Dag Sinterklaas, wat een gezicht, hè. Zie je, en al die straten zijn versierd. Nou heeft hij gelukkig niet zoveel last meer van de storm. Nou. Wat was het gevaarlijk op die zee. Gelukkig weer op zijn vertrouwde paard. En zie je van die gewone daken. Dan gaan die acrobaten en de zak met de kleine cadeautjes, zie je. Die Piet van die roeiboot. Maar dat zijn al die daken, hè. Daar kunnen ze gewoon overheen. Deze, die zijn veel makkelijker dan die flatgebouwen. Ja, dat is verschrikkelijk, die flatgebouwen tegenwoordig. Dan moeten ze helemaal 14 hoog. Ja, kijk hier, dat is makkelijk. Gewoon langs de dakpannen en dan roets met die acrobaten pieten. Hopla. En zo pak je in de schoorsteen. Blom. Door de kachel heen en zo in de schoen. Zo gaat dat. Mooi is dat, hè, Mark? Moet je maar eens naartoe gaan. Een heel leuk plaatje. Allemaal hele oude kleine huisjes. Het was vroeger een dorp van allemaal vissers. Die hadden van die kleine huisjes en die stonden heel dicht bij elkaar, hè, want er hoefden geen auto's tussendoor. Nee, je hoeft alleen maar te wandelen. Kleine bruggetjes. Zie je wat, er kan toch geen auto door. Nou, klein autootje. Daar zag je net even een dak. Dat is het dak van het dorpshuis. Daar gaat Sinterklaas naartoe. Ja, die kleine jongen hier op de voorgrond, die gelooft niet meer zo in Sinterklaas, denk ik. Nou, ik zal maar oppassen. Straks krijg je niks in je schoen. Dag Sint, dag. Dag Sint. Wat zal die verwaaid wezen, hè? Wat voor een Sinterklaas heb je natuurlijk geen Sinterklaas in Zuidwester, hè? Nee, dat bestaat niet. Wel zo'n oranje lint of zo'n geel lint. Ja, had hij ook om. Heb je ook gezien, hè, toen hij van het schip afkwam. Nou is het niet meer nodig. Komt u maar, Sinterklaas. Ja, 1, 2, hopla. Jonge. Dat doet hij nog goed, hè? En hij is misschien wel nou 123,5. Ja. Isabel. Thank you.
Oh, prachtig. Mag ik erbij gaan zitten, jongens? Het was een hele reis. Jongen. Wat zien jullie er feestelijk uit? En wat hebben jullie prachtig gezongen? Eerst op de kade een nieuw lied dat ik nog niet kende... en nou hoor ik hier een oud, bekend lied, maar... dat hoor ik graag, want dan zingen jullie... en we zingen, en we springen, en we zijn zo blij... want er zijn geen... Zo. Is dat nou wel waar? Zijn er geen stoute kinderen bij? Nee. Dan kunnen jullie jokken. Ja... Vandaag zijn jullie allemaal lief, morgen ben je misschien een klein beetje stout. Maar vandaag is een stout kind weer het liefste kind van de hele wereld. Hè? Jongens, ik ben blij dat ik hier ben. En dan wou ik even één ding vertellen. Ik vertel het elk jaar weer, maar het is nodig. Er zijn nog altijd kinderen die denken dat wij kinderen in een zak stoppen. En meenemen. En dat we zo'n roe hebben en daarmee... Nee. Dat zijn allemaal hele vervelende ouderwetse sprookjes. We doen niemand kwaad. We hebben zelfs wat meegebracht voor jullie. En weet je wat ik gedaan heb? Ik heb een gedicht gemaakt. Zal ik dat eens voorlezen? Ja, burgemeester, u had een prachtig gedicht bij de aankomst. Maar zal ik het eens even voorlezen? Erg leuk, zit die klaar? Ja, dat moet u afwachten natuurlijk. Wacht even. Waar is de staf, Piet? Oh nee, het is hier al zo goed. Blijven staan. Mag ik het boek even? Het boekje was het, alsjeblieft. Ja. Er zit op pagina 234. Ja? Pagina 234. We hebben een rood boek en een blauw boek. In het blauwe boek staan de kinderen die wel eens een klein beetje ondeugend zijn. In het rode boek staan de lieve kinderen. En mijn gedicht. Het is ook het dikste boek dat we hebben, het rode boek. Ja, dat was het, ja. Ik heb het helemaal in schoonschrift voor u overgeschreven. Even de bril. Let u niet op de spelfouten. Lees er maar gewoon dan lees door. Ik overheen. Dank u wel, graag. Zo. Luister, burgemeester. Luister. Luister, jongens. Zo mooi had ik het niet verwacht. Die vlaggen en die klederdracht. Ik vind het hier geweldig fijn. Alleen het weer kon beter zijn. Goed, hè, Piet. Kinders en vrouwen en meneeren dragen hun allerbeste kleren. Zelf wou ik ook iets anders aan en ik heb mijn trui dus uitgedaan. En ook heb ik mijn oude pet vandaag natuurlijk afgezet. Ik kreeg een stapel hele lieve en prachtig mooi geschreven brieven. Daarvoor nog hartelijk bedankt. Ik heb naar Nederland verlangd. Al is mijn verjaardagsfeest moeilijker dan het is geweest. Je hoefde vroeger niet te sjouwen door al die hoge flatgebouwen. Je wist precies waar je moest zijn en... de cadeautjes waren klein. Dan was het ook een prachtig ding dat alles door de schoorsteen ging. Nu moet ik vaak van flat naar flat. Mijn paatje roept, ik vind het pet. Moet ik nu al die trapportalen beklimmen en weer af gaan dalen? Jawel, dat moet. En Piet moet gauw gaan zakken aan een stevig touw van raamkozijn tot raamkozijn. En zou dat touw niet stevig zijn? En als we er geen knoop in deden, dan was hij veel te gauw beneden. Wij oefenen in Zwitserland. De bergen op, een steile wand, een spitse rots, een diep ravijn. En wat kan je dan toch angstig zijn? Bang dat je naar beneden stort, terwijl rondom gejodeld wordt. Weet je wat Piet zo even zei? Zijn er nog stoute kinderen bij? Ik heb geantwoord, nee Piet, nee. De kinderen vallen hier best mee. De grote mensen daarentegen heb ik een punthoofd van gekregen. Vooral dat snelle autorijden ergert Sinterklaas altijd. Dat jakkert maar en brengt de kinderen in gevaar. En zoeft over het zebrapad. Hij die zo rijdt in dorp of stad, je dacht toch niet dat hij wat kreeg? Hij zet zijn schoen, maar de schoen blijft leeg. Piet, haal het paard en haal de zak. Ja, Sint. We moeten weer van dak tot dak. Ja, dat hoort erbij. Dat is ons vak. Wat een prachtige gedicht. Klappen, jongens, want dat was een heel mooi gedicht. Piet, jij bent van alles op de hoogte. Hebben de kinderen
dat zo te doen gebruikelijk elk jaar op markt ook iets ingestudeerd voor ons. Ik heb met de juffrouw van de school afgesproken. Ja, toen ik hier op werkbezoek was, ze zouden iets voor ons doen, maar het moest ook voor mij nog een verrassing blijven, Sint. Ik kan toch niet van alles op de hoogte zijn. Nou. Kunt u gang gaan, juf? Daar komt juf al. Het ziet er ook feestelijk uit, hè? Oh, daar gaan ze, de moppies. Ja, wat zien ze er toch leuk uit. En zo goed gezongen ook, hè? Sint, nu hebben we nog een liedje en dan gaan we hele leuke dingetjes met de slinger. Oh. Nu gaan ze met leuke manieren, met slingers ja, gaan ze doen. Gaan we naar kijken. Kijk eens, ja. Zwaai maar met je lintjes, hop sassa. Dat was mooi, hè? Dat hebben wij aan boord niet gedaan met de stormlinten, Piet. Nee, dat komt niet in. Maar zou ik nog aan je mogen vragen, Sint, één ding? Ja. Oh, mag het? Oh, er komen eerst nog kinderen aan. Ah, ja. Kom maar eventjes. Kom jij maar eens bij Sinterklaas. Kom maar eens even bij me. Wil jij ze even halen? Zo, doe maar eventjes weg. Nou. Ga ze maar even helpen. Kom maar even hier. Wat heeft hij allemaal bij zich? Een prachtige tekening, Piet. Kijk. Oh, en ik zie alweer een wortel voor het paard, Sint. Ja hoor. Prachtig. Er komt weer niks tekort. Kom er even bij me, hoor. Hé. Hey. Maar, is dat voor mij? Ja. Nou, kom er eens even. Hoe heet zij nou, Sint? Hoe heet jij? Bianca. Bianca? Zal ik het even voor u vasthouden? Ja. Tja, kunnen Piet, de kinderen thuis ook zien? Wat zit erin? Zitten er tekeningen in? Ja. Ja? Ja. Kijk eens. Dat is de boot, hè? Oh, wat prachtig. Met Sinterklaas erop. En hier met het boek. Het blauwe boek, zie je wel? Ja. Piet wil je bewaren en dan gaan we thuis die tekeningen heel goed bekijken. Zeker, en dan hangen we ze zeker. Allemaal boven het bed in de slaapkamer. Jazeker. Oh, ja. Wat leuk, wat leuk. Prachtig, hè? Heb jij hier een das voor paard? Ja, dat ben ik heel erg blij mee. Dat is een mooie, hè? Piet, voor de paarden, Piet. Oh, dat is nog een echte Hollandse, ja. Zeg. Alsjeblieft. En, oh, kom jij eens even bij me zitten. Hoe heet jij? Sinterklaas. Hoe? Hoe? Sinterklaas. Dat is ook heel... Ja. En wil jij eens een liedje voor mij zingen? Ja? En wat ga je dan zingen voor mij? Liedje. Nou, weet je een liedje? Weten jullie een Sinterklaas liedje? Weet jij er een? Wat dan? Hoe heet dat liedje? Hoe is dat? Denk maar goed na. Zwarte Piet, wat laat je me toch schrikken? Wat zeg je? Zwarte Piet, wat laat je me toch schrikken? Nee. Zing dat eens dan. Zing dat eens. Kom maar zo staan. Zwarte Piet. Wat laat je me toch schrikken, zwarte, zwarte Piet, dat mag jij niet. Pies, piesje, zwarte troet, ik weet wel wat je doet. Pepernoten strooien, strooien, strooien. Pies, piesje, zwarte troet, ik weet wel wat je doet. Pepernoten strooien, dat is goed. Prachtig, geweldig. Zo, maar ik laat jullie niet schrikken, Sint. Ik laat ze echt niet schrikken. Ik ga met z'n allen nog een keer het ene fijne lied voor u zingen, Sint. En we hebben die zak met cadeautjes, natuurlijk meegebracht. Dat vind ik zo leuk. Ik heb een heel mooi cadeautje voor jullie. Ja. Als jij de cadeautjes geeft, dan ga ik met het jeugdorkest vast het liedje zingen. Sint, let op. Ja. Allemaal, hè? Meedoen, hè? Ja.
Takken. Kort. Ik zette ook verleden jaar mijn schoen al klaar. Ik ging uit bed of ik wat kreeg, mijn schoen was leeg. Ik lette heel goed op de straat die avond laat. Of paard van Sinterklaas daar liep voordat ik sliep. Sinterklaas, wilt u vannacht een beetje vroeger zijn? We liggen allemaal te wachten in de maneschijn. We willen nu zien rijden op het dak en langs de schuur. Dus kom niet na 9 uur. Zo vroeg komt u in elk geval niet overal. U moet nog langs de Vogeldijk. Heel goed. Het eenzaam huisje aan het Verenbijlmermeer. En hier en daar een boerderij, maar eerst naar mij. Sinterklaas, wilt u vannacht een beetje vroeger zijn? We liggen allemaal te wachten in de maneschijn. We willen u zien rijden op het dak en langs de schuur. Dus kom niet na 9 uur. Sinterklaas, wilt u vannacht een beetje vroeger zijn? We liggen allemaal te wachten in de maneschijn. Oh, jammer. Jammer, het is alweer afgelopen. Ja, dat zie ik. Kijk maar, we nemen alweer afscheid. Want daar ligt de boot, ze zijn de pakjes al aan het uitpakken. Die liggen al op de kade. Jammer. En het feest gaat gewoon nog door. Sinterklaas blijft er nog eventjes. En straks gaat Sinterklaas met al zijn zwarte pieten en zijn mooie schimmel het land in. En dan komt hij ook heus bij jou. Hij gaat alle huizen langs. En dan vergeet heus niemand. Heus daar. Dag Sinterklaas. Heel fijn dat u weer gekomen bent. Ook dit jaar. Terwijl het zo'n verschrikkelijke storm was.